is zondag 2 juli, het wachten is voorbij. Dit is alweer de vijfde editie van de SCVN 500 die gegarandeerd staat voor spektakel. Gaan we ons opmaken voor de vijfde editie van de SCVN 500 en het is green, green, green op Indianapolis. Oh, gaat mis, sorry, P10, Alexander van der Woude in de muur, bocht 1. De auto van Veld is er heel goed uit in de slipstream en dat is een voorbode voor later in de race. Ja, nu gaat het interessant worden. Het spel gaat beginnen. De nummers 1 en 2 gaan door. Oh, oh ze gaat klappen. Hij houdt hem wel heel netjes hoor. Net niet uit de muur. Van de Berg tussen 3 en 4 hoort hier daar tussen. Ja, dat is eigenlijk waar dat vaak wakker door kan. Ja. En is het ook Lars Kolderweij die hem daar aan de binnenkant gegooid. Bernd Chagall, die maakt er bijna 3 niks van. Dus vraag ik hoe ik heen. Iedereen gaat binnen. Ja, iedereen gaat er binnen. Ja, dan krijgen we de maandje niks van Stijn de Steen. En het is Mark de Vries die naar de leiding gaat. De maak aan de binnenkant bij Vries. En zo zijn dat de mannen die profiteren. Maar beide mannen hebben een tik gemaakt. Laatste is er weggedaan, hè? Prachtig. Ja, we zitten in de laatste 30 ronden en we zullen het weten ook. Huizen zit 4, huizen zit 3, huizen zit 3. Iedereen heeft een crossje nodig, want anders gaat Roy de Maan erbij weglopen. Daar komt de aanval van Arjen Veltens bij Mark Vries en is er voorbij. We zijn weer onderweg en Veltens ruikt zijn kans, pakt zijn kans. Ja, Veltens laat hem staan aan de buitenkant, uitkomen 3, dan wordt het heel erg krap daar. Veltens laat hem staan. Dan in 4 is het optisch voorbij. Maar ja, de Muin heeft wel de kortere lijn. Laat het nog steeds staan. Nee, Veltens is er voorbij. Arjen Veltens wint inderdaad de vijfde editie van de SCVN 500. Maar Mark Vries pakt nog P2. Roy de Muin eindigt als derde